Ronnie Brunswijk is bij acclamatie gekozen tot voorzitter van de Nationale Assemblée. Hij was voorgedragen door NPS-voorzitter Gregory Rusland namens 33 leden van de samenwerkende partijen. Deel Charman is gekozen als vicevoorzitter van DNA. In zijn openingstoespraak heeft Brunswijk aangegeven dat met het kiezen van een Maron tot voorzitter van DNA er wezenlijk iets is veranderd in onze samenleving. Hij zegt dat wij, kinderen van migranten, een ontwikkelingsstadium hebben bereikt waarin we hoop en geloof hebben in elkaar. En dat wij nu in een ontwikkelingsstadium zijn binnengestapt, waarin het etnische kennelijk niet meer een dominante factor is, is een bij ons samen optrekken en ons samenwerken om dit land, het land van ons allen, op te bouwen. Met onze lastgehouden verkiezing hebben wij als Surinamers laten zien dat wij echt bereid zijn om hand in hand, schouder aan schouder, zonder te letten op afkomst, religie, kleur of cultuur, elkaar de hand te reiken en elkaar te schranken. Dit alles vooral is mogelijk tijdens zoals de tijd waarin wij nu in Suriname leven. Moeten wij daar niet dankbaar voor zijn? Brunswijk heeft beloofd dat hij alles zal doen binnen recht en wet om het werk van het parlement in overeenstemming te laten zijn met wat er verwacht wordt. Hij verzekert dat het reglement van orde zal worden toegepast en dat de bepalingen zullen worden nageleefd. Daarbij zal er geen onderscheid worden gemaakt tussen coalitie en oppositie. Ik zal bevorderen dat wij in dit parlement ten alle tijde gericht zijn en gericht blijven op de in de grondwet aan ons voorgeschreven plichten en rechten dat wij als parlement de regering daadwerkelijk controleren. Ik kan u ook meedelen dat ik altijd bereid ben en zal blijven om mijn krachten te geven waar u vindt dat het nodig is. Ronnie Brunswijk, de nieuwe voorzitter van de Nationale Assemblée. Hij sprak vandaag het nieuw gekozen college toe na te zijn gekozen als voorzitter. Brunswijk benadrukt dat hij samen met de overige parlementariërs er alles aan zal doen om welvaart en voorspoed te brengen voor elke Surinamer.